Mijn naam is Mark Snijders. Ik ben sinds 2004 werkzaam als gynaecoloog met aandachtsgebied oncologie. En dat doe ik met heel veel plezier. Een belangrijke eigenschap van een gynaecoloog met oncologie als aandachtsgebied is dat hij eerlijk moet zijn. Dat hij duidelijk moet zijn. Dat hij normale mensentaal probeert te spreken. En dat hij ruimte geeft voor de patiënt om zijn angsten en zijn vermoedens te kunnen uiten en te kunnen beleven. De verloskunde is natuurlijk iets wat ons 7 keer 24 uur bezighoudt en van de straat houdt. En dat kan natuurlijk heel inspirerend zijn. Dat is over het algemeen een hele vrolijke en positieve omgeving. Het hoofdaandachtsgebied waar ik me in hoofdzaak mee bezighoud is het soms helaas ontwikkelen van een kwaadaardige ziekte aan de gynaecologische organen waar ik een rol bij kan spelen. En dat leidt in een aantal gevallen ook wel tot het afscheid van het leven. En daar kun je ook een belangrijke rol bij spelen als arts. Ik vind het eerlijk gezegd een voorrecht dat mensen het aan jou gunnen op basis van je expertise, dat jij hun mag begeleiden in dit soort zeer ingrijpende momenten in een mensenleven. Dat is iets heel bijzonders om dat te mogen ervaren.